Oké, dames en heren, we zijn vandaag de gast bij N2A. We gaan vandaag uitleggen hoe je je eigen stripfiguur kan ontwerpen. Ik zou proberen vandaag iedereen die wat minder goed meedoet aan te spreken zonder hun naam te noemen, omdat het filmpje openbaar wordt geplaatst. Het eerste wat je doet bij een stripfiguur is beginnen met de ogen. De meeste stripfiguren hebben ronde ogen. Ook als je een vierkant hoofd hebt, zijn ronde ogen het makkelijkst. Dat heeft met de emoties te maken die je straks met de wenkbrauwen kan aangeven. Dus ik zelf zou zeggen, begin gewoon midden in je blaadje met het tekenen van twee cirkels. Zet daar twee stippen middenin. Dan heb je de pupillen. En door de oogleden erop te plaatsen, heb je eigenlijk al de eerste emotie te pakken. En als ze zo tekent, zijn ze een beetje dromerig. Terwijl als ik ze zo zou tekenen, dan zijn ze geschrokken of verbaasd. Dus die ogen zijn heel bepalend voor de emotie van je gezicht. Dit herken je allemaal van de emoticons. Dus als je straks geen idee hebt, hoe moet ik een emotie tekenen, pak dan zo'n emoticon erbij. Dat zijn die smileys. Daar heb je allemaal afkortingen voor bij Twitter, maar de neus zit vaak gewoon in het midden. Wat aardig is, is om die neus niet in verhouding te maken. Als je een heel klein neusje maakt, heb je vaak een lief figuur. Als je een veel te grote neus maakt. Dan kom je vaak wat dommer over. Dus de neus, hè, plaats hem buiten verhouding. Dus niet in dat vormschema wat je in de eerste hebt geleerd, of te groot of te klein. En je begint al gelijk aan een cartoon die heel anders is als je gewend bent. De oren doen ze meestal tegenovergesteld aan dat neusje. Plaats er eventueel nog zo'n dingetje in, zodat je denkt, daar zit een oorgat in. En dan heb je al een heel vreemd iets. En straks krijg je op dat 20 van die vreemde poppetjes te tekenen. Dus je hoeft hier niet te zwaar over na te denken. Het derde wat de emoties heel duidelijk weergeeft is de mond. Als je een schuine mond zou tekenen, dan komt hij een klein beetje agressief of gemeen over. Als je een bolle lijn zou tekenen, dan word je wat sip. En als je een hele grote, brede mond zou tekenen, word je vaak als vrolijke geassocieerd. Nou, dan heb je dus al ogen die niet in verhouding zijn met de neus, die niet in verhouding zijn met de mond. Dus tegenovergesteld dat we in het eerste jaar uitleggen. En dan is het eigenlijk een kwestie van afmaken. Dat gewoon even een lijn omheen zetten, bijvoorbeeld een hele brede kin. En een kapsel, nou laat het eens een hele nette man zijn. Nette man. Dan krijg je zo'n scheiding in je haar. En een klein beetje vulling in het haar. En je hebt je eerste cartoon die geen suskewisk is, dat geen Asterix en Obelix is, maar je eigen cartoon heb je dan ontworpen. De stappen. Ogen. Neus. Mond. Kaak. Haar. Als je die volgorde aanhoudt, kan je elk stripfiguur tekenen wat je zelf wilt. De tweede stap straks is hoe we een lijfje erbij kunnen tekenen.